Ik heb ook heel veel buitenlandse vrienden en vriendinnen en vooral ook familie, ook in de Verenigde Staten. En die zei, yes, is this the Hague? Yeah, hallo! Hoe heeft u de Invictus Games ervaren? Nou ja, als zeer positief, waar heel veel mensen van hebben genoten. En met name de veteranen en hun familie en vrienden. Ik vind het een heel mooi concept en nou ja, laat ik het maar gewoon ronduit zeggen. Het Zuiderpark heeft zich van zijn beste kant laten zien. En wat vond u het hoogtepunt van de Invictus Games? Nou dit, die mensen die elkaar ontmoeten in dit prachtige Zuiderpark. En de zon die de hele week heeft geschenen. Kortom, ik ben heel tevreden over wat we hier hebben laten zien. En vooral wat we hebben laten zien aan de veteranen. En wat zij aan ons hebben laten zien wat ze kunnen. Nog even naar Den Haag. Wat betekent zo'n evenement nou voor de stad? Nou ja, het bewijst opnieuw dat Den Haag echt een internationale stad van vrede en recht is. Waar, als het erom gaat, gewoon mensen zich thuis kunnen voelen. En nou ja, dit zijn mensen die, vrouwen en mannen die zich als militair inzetten in verre buitenlanden. Daar gewond qua hoofd of lichaam vandaan komen. En zich dan opnieuw hervinden door met elkaar te sporten. Prachtig idee van de hertog van Sussex, oftewel Harry. U bent nu bijna 2 jaar burgemeester. Is dit het mooiste evenement tot nu toe? Nou ja, er zijn heel veel mooie evenementen. En ik moet je eerlijk zeggen dat gewoon ontmoetingen van de week weer in Moerwijk, vorige week in Rustenburg, Oostbroek. Gewone dingen vind ik ook eerlijk gezegd heel leuk. En dit hoort erbij. Dit geeft uitstraling. Hier genieten heel veel mensen van. En in verre buitenlanden ook. En Den Haag staat natuurlijk al eeuwen op de kaart, maar toch nog weer een beetje extra. Dat geeft iets om trots op te zijn. En nogmaals, dat Zuiderpark, geweldig. Den Haag stond natuurlijk ook heel mooi in de schijnwerpers deze week. Zoals de NBC-show Today with Hoda en Jenna. It's the most beautiful, beautiful town. It's a town. It's a town. It's got winding streets. Yes. It's got canals everywhere. It's got houseboats. It's charming. Not one person, not a single person, had a phone out or a phone in their hand as if they were going to use it later. People were having ice cream and talking. I was like, oh my god, look what's happening here. Heeft u dat fragment nog gezien? Ja, wat dacht u? Ik heb ook heel veel buitenlandse vrienden en vriendinnen en vooral ook familie, ook in de Verenigde Staten. En die zei, yes, is this the Hague? Yeah, hallo! En die waren heel erg trots. Het is dan weer heel erg Amerikaans, hè. Je moet het altijd niet helemaal geloven, maar ik genoot er wel van. Dan denk ik, ja, doe nou eens even, denk nou eens even na. We hebben wel eens wat te klagen en dat kan ik me ook best voorstellen. Maar er komen mensen uit het buitenland die zien Den Haag aan de kust. Die zien hoe het hier is, hoe we hier deze Spelen hebben kunnen organiseren. Samen met heel veel vrijwilligers, met het ministerie van Defensie. Echt prachtig. En die kijken met vreemde ogen en die zeggen, Deek, geweldig. Wat vond u eigenlijk het meest opzienbarende aan dat fragment? Want dat ze verbaasd waren dat Den Haag een stad is. Überhaupt, hè? Ze dachten namelijk dat het een town was, of dat het zelfs phones, een gebouw was. Precies. Ja. Of dat mensen hier met elkaar praten op straat in plaats van alleen maar inderdaad met hun telefoon bezig zijn. Ja, kijk, het was wel hilarisch omdat die mevrouw nogal nadrukkelijk sprak, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar dat is weer heel erg Amerikaans. Maar dat ze het heeft gezien en dat ze zag wat hier allemaal gebeurde, dan denk ik, ja, ze kijken met andere ogen. En dat moet ons tot op zekere hoogte, we hebben het eigenlijk helemaal niet nodig, maar als er nog iemand uit het buitenland en nog aan Amerika het zegt, geeft dat, hoop ik, ook een beetje trots. Niet alleen maar zeuren, ook gewoon echt de positieve dingen pakken. Tot slot, wat was de Invictus Games voor Den Haag? Even in één woord. Het Zuiderpark heeft zich van zijn beste kant laten zien. Dat waren er meer? Zeker.